Dankzij een uitruil van gevangenen komt Horsja Rashid na 3 jaar vrij. Hij vlucht naar Nederland en wil nu iets terugdoen voor zijn land. Als je denkt aan een volk steunen, dan denk ik ook aan medicijnen. Dan denk ik aan geld. Dan denk ik minder snel aan kunst. Waarom denk jij dan dat dit belangrijk is? Door gedichten, wij hebben geleerd onze bestaan. Door hun gedichten, wij hebben geleerd hoe kunnen wij natuur beschermen. Door hun gedichten, wij hebben geleerd hoe kunnen wij mooi ademhalen. Wij hebben door onze gedichten geleerd hoe kunnen wij van elkaar houden. Liefde voor land, voor elkaar, respect voor elkaar. Wij hebben door hun gedichten eigenlijk geleerd. Sulamanya, stad van verzet. Hier begon de opstand tegen de dictatuur van Saddam Hussein. Hier begon ruim een eeuw eerder ook het verzet tegen de Britse overheersing. Dit is de stad van onafhankelijke denkers, dichters en kunstenaars. Maar ook een doelwit van de dictator. Maart 1988, bijna 25 jaar geleden. Saddam Hussein bestook steden en dorpen rondom Sulamanya met gifgas. Het dodelijke mosterdgas doodt ruim 5000 Koerden. Het monument bij Halabja moet de gruwelijke herinneringen aan de genocide levend houden. Horsja Rashid heeft een bijzondere band met het kunstwerk. Die namen wat jij ziet hier zijn ongeveer 5000 namen van slachtoffers van de chemische aanval. Mijn broer en ik samen die 5000 namen verzameld om te in zo'n manier in dit ruimte ook presenteren. En blijf het voor altijd om te mensen laten herinneren en denken aan slachtoffers en 5000 mensen in één moment samen eigenlijk beoordeeld door chemisch wapen.